ben van Baikai en ik wil graag iets vertellen aan jullie over onze nieuwste dragers. Want we hebben de pro-versies uitgebracht van onze klikdragers. En er wordt vaak gevraagd wat is nou zo vernieuwd aan die pro-versie. En dan ga ik jullie vandaag laten zien over de Klik Deluxe. Die heb ik hier naast mij staan. Ik heb hier nog de oudere versie, de niet-pro-versie staan. En hier staat een pro-versie. En ik ga jullie even de verschillen laten zien. Ten eerste de buikband. Ik heb hem hier wat smal gemaakt en hier zie je zwarte klittenband uitkomen. Die hebben we bij de pro-versie weggelaten. We hebben gemerkt dat het klittenband niet veel toegevoegde waarde heeft voor de draagzak. En we merkten toch dat de stof aan de binnenkant van de drager zelf wat meer ging slijten door het klittenband. Dus die hebben we weggelaten. Ik ga hem straks nog even helemaal omdoen, dus dan kun je ook zien hoe het werkt zonder klittenband. Daarnaast hebben we hier aan de zijkant, boven het schuim wat er al in zat, dat zit ook weer aan deze kant, een klein koepnaadje aangebracht. Waardoor de ergonomische M-positie, nog beter tot zijn recht komt. Dus die hebben we toegevoegd aan beide kanten. Daarnaast hebben we op de schouderband, jullie hier zien, een zwart bandje met een gesp en weer een zwart bandje. En die hebben we hier vervangen voor een touwtje met een drukknop en dan een zwart bandje, zodat het wat rustiger wordt. Het functioneert verder hetzelfde, want dit bandje is er namelijk voor om het slaapkapje vast te maken. Het drukknopje kan hier vastgemaakt worden voor het slaapkapje. In dit geval hadden we een touwtje waarbij het slaapkapje vast werd gemaakt aan de schouderband. Dus dan gaat het van het schouderband naar het slaapkapje en in dit geval gaat het op een iets andere manier, gaat het bandje naar het slaapkapje toe. Maar de functie blijft hetzelfde. En het ziet er iets anders uit. Iets rustiger in het aanzicht. En verder waren dat de veranderingen die we hebben aangepast. Eigenlijk de wat uitgebreidere toevoegingen. En toch weer geluisterd naar onze klanten, naar onze dragers. Die toch zeggen van, goh, zou je dit of dit misschien nog kunnen aanpassen. Om het nog mooier en fijner te kunnen maken. Ik ga hem nu nog even omdoen. Ik heb hier de pro-versie vast. Je kunt hier de band versmallen. Gewoon de stok naar binnen schuiven. En je ziet, die blijft gewoon goed zitten, ook zonder het klittenband. Je kunt zelf kiezen of je de band zo om wil doen. De clip heb ik nu aan de voorkant zitten en hem dan dicht wil maken. Of dat je misschien liever de band een keer wil flippen. Dan doe je dat in de stof. Dan kun je hem zo omdraaien, zodat je de stof van boven uit te dragen. Het komende komt de stof hier, maar nu komt hij van onder. Ik zal hem zo even omdoen. En deze kant zit ook nog steeds de beveiligingselastiek. Dat als de clip los mag raken, de draagzak niet af kan gaan. Trek hem aan. Hij is smal voor kleine kindjes. Hop er even bij. Zorg dat het kindje goed onder in de drager zit, in de stof. Trek ik het rugband omhoog en zorg ik dat het kindje nogmaals goed ingestreken wordt. Dan gaat een schouderband over mijn schouder heen. Dan pak ik aan deze kant aan. Die klip ik aan de overkant hier in deze clip. Die trek ik vast wat aan. Zo doe ik dat op deze. Je ziet ook dat je hem heel makkelijk kunt verschuiven, mocht hij wat aan de korte kant zijn. En als laatste deze gespen, zodat het hoofdje er netjes bovenuit komt. Ik til graag het kindje even op, zodat het gewicht wat naar beneden komt. En dan deze over. En dan zie je dat het hoofdje er netjes bovenuit komt. Hier kun je eventueel onder het slaapkapje nog gebruik maken van het aantrekkoordje om wat extra nekondersteuning te krijgen. En mocht je dus het slaapkapje willen gebruiken aan één kant waar het gezichtje niet zit, dan kun je heel makkelijk de drukknop openmaken en hem hier aan vastmaken of nog iets verder dicht hier aan vastmaken. En positie even goed positioneren, knieholtes goed ondersteund en voetjes weer bungelen naar beneden. Dus dat zijn de nieuwe dingen die de Pro heeft. Ik hoop dat het duidelijk is nu.